alles op alles te zetten om deze man van die positie te verdringen. Maar ook de andere coureurs niet weg. Reden we voor 14 dagen geleden op een extreem korte baan. Deze baan is bijna een keer zo lang. En het is nu de 41. Michel Solle. Wat hem waarschijnlijk de eerste plaats gaat kosten, maar nee, het is toch nog een Solle die de leiding weet te houden. Prachtig gevecht in die mooie gladde bocht daar. Het is Jan Bijshuizen. Jan Bijshuizen op de tweede plaats. Jarno de Boer op de derde plek, die schuift nu door. Daar komt de Bremer buitenop. Althans, hij probeert buitenop te komen, maar het is nog steeds Michel Solle. Bremer probeert de Boer in te halen, daar rijdt buitenom in de bocht. Maar de Boer heeft de ideale lijn natuurlijk, alleen Bremer heeft nu meer snelheid. En voor Bremer om de nummer 41 Michel Solle in te halen. Staalbond op de Van Veenkrijper. Ook al een bekend merk uit de jaren 60, 70 natuurlijk. De 41. Michel Solle. De Bremer buitenom. Komt daar in het probleem en moet van het gas af. Maar de Solle denk ik niet al. Maar de strijd is nog niet bestreden op de eerste plek. Bremer probeert het nu binnendoor. Gaat nu buitenom. Het is en blijft Michel Solle die de eerste plaats heeft vastgehouden. Mooie strijd in deze klasse. Waar de heren en coureurs laten zien dat je met lichte machines ook zeer snel en bij hem de grond kunt gaan. Aan de Bremer op de Heya Sax. De Heya Sax destijds gemaakt door